Ongeveer 2 weken geleden, op zondag 25 augustus... ziet een voorbijganger heel vroeg in de ochtend bij dit metrostation, Kapelsebrug, in Capelle aan de IJssel, een man met een kniptang, wat verdacht rondlopen bij de fietsenstalling. En die man die rent ook meteen weg wanneer hij merkt dat hij is gezien. Helemaal vreemd. En de voorbijganger belt voor de zekerheid dus maar de politie. Agenten die op de melding afkomen zien bij het metrostation een man die net in een auto stapt. Wanneer ze hem tegenhouden en willen controleren, kan hij zich niet legitimeren. Wanneer agenten in zijn auto willen kijken of hij de man van die kniptang is, schrikken ze enorm, want in de achterbak blijkt een tasje te liggen met iets dat verdacht veel op een bom lijkt. De omgeving van het metrostation in Capelle wordt die zondagochtend meteen afgezet en buurtbewoners moeten binnenblijven. De agenten roepen de hulp in van de explosieve opruimingsdienst om te kijken of er inderdaad een explosief in het tasje zit. Jawel dus. Zij kunnen de bom uit de auto halen en er wordt besloten om die op een braakliggend terreintje gecontroleerd tot ontploffing te laten komen. Opgelet! 3, 2, 1... De man die bij de auto hoorde is natuurlijk meteen aangehouden. Dat was een 35-jarige man uit Utrecht. De mogelijkheid wordt bepaald niet uitgesloten dat hij dat explosief wilde gebruiken om een plofkraak te plegen bij de geldautomaten op het metrostation. In dit geval is het dan allemaal goed afgelopen, zit er ook iemand vast. Maar de daders van ram- en plofkraken nemen wel vaker enorme risico's, terwijl hun plannen vrijwel altijd mislukken. Neem deze twee mannen, die we nu gaan zoeken. In de wijk Schiebroek in Rotterdam-Noord zit aan de Peppelweg een geldautomaat van de ABN AMRO Bank. Schiebroek is een vrij rustige woonwijk. En wanneer dinsdagochtend 6 augustus rond 4 uur een enorme knal te horen valt bij de geldautomaat hier achter mij, bellen buurtbewoners direct met de politie. Agenten treffen bij de geldautomaat deze gasflessen aan en een shovel midden op de weg. Omdat er een binnenbrandje woedt, komt de brandweer. En omdat niet duidelijk is of het ontploffingsgevaar voorbij is, wordt ook iemand van het team explosieve verkenning ingeschakeld. Pas na een grondig onderzoek wordt de omgeving veilig verklaard. De politie stelt vervolgens vast dat geprobeerd is de geldautomaat op te blazen. Maar zelfs het gebruik van een grote shovel door de daders is te vergeefs. Die beschadigt weliswaar de naastgelegen chipknipoplader, maar de criminelen weten niet achter de geldautomaat te komen. Zoals bij vrijwel alle geldautomaten zijn ook hier bewakingscamera's geïnstalleerd. En een van die camera's filmt de daders wanneer ze bezig zijn de geldautomaat op te blazen. Daarbij is één van hen zo goed in beeld dat iemand hem wel moet herkennen. De dader die het eerst in beeld komt, draagt een grote skibril. Zijn gezicht is daardoor niet goed te zien. Maar al snel komt een andere man hem helpen en zijn gezicht is onbedekt. Als hij even later alsnog zijn gezicht achter zijn hand probeert te verbergen, is het dus al te laat. We weten hoe hij eruit ziet. De mannen zijn nog even druk bezig bij de automaat en dan opeens de ontploffing. Ondanks die ontploffing komen de daders niet bij het geld. Wel wordt er grote schade aangericht aan de buiten- en binnenkant van de geldautomaat. Later blijkt dat de krakers ook via deze zijingang geprobeerd hebben om bij de geldautomaat te komen. Dit met behulp van een breekijzer en een hamer, maar ook dit was weer vergeefse moeite. We weten niet hoe de plofkrakers gevlucht zijn en daarover zouden we graag meer horen van mensen die hen gezien of gehoord hebben. We denken wel te weten waar ze zijn heen gevlucht, want op een kilometer afstand troffen we iets zeer verontrustends aan. Iets dat naar alle waarschijnlijkheid is achtergelaten door de plofkrakers. Op het fietspad van station Meijersplein bleken pijpen met schroeven op de weg te zijn gelegd, zogenaamde kraaienpoten, bedoeld om eventuele achtervolgers zich lek te laten rijden. En daar vlakbij, onder dit tunneltje bij het oude Wilgenplasstation, lagen ook kraaienpoten. Levensgevaarlijk voor een fietser of scooterrijder die zich erop lek rijdt. Heeft u gezien dat ze in de nacht van 5 op 6 augustus werden neergelegd? Neem dan contact op. En er is meer wat we willen weten. De gebruikte shovel die blijkt een dag eerder, dus op maandag 5 augustus, ergens na 10 uur 's avonds gestolen te zijn hier op de Wilgenplaslaan bij de bouwwerkzaamheden. En dat is hemelsbreed een kilometer verwijderd van de geldautomaat op de Peppelweg. Hoe laat de shovel precies gestolen is en hoe hij van de Wilgenplaslaan naar de geldautomaat aan de Peppelweg is gegaan, waar die dus om 4 uur 's nachts werd gebruikt, is nog altijd niet bekend. Maar een shovel die midden in de nacht door de straten van een woonwijk rijdt, dat kan bijna niet ongemerkt blijven.
We spreken graag mensen die de shovel die nacht hoorden of zagen rijden. Ook komen we graag met mensen in contact die in de nacht van 5 op 6 augustus hier in de omgeving mensen hebben zien rondhangen. Misschien hielden zich hier zelfs al eerder personen op, personen die de boel leken te verkennen. Dat is allemaal informatie die van het grootste belang is voor ons onderzoek. En hier nog een keer de bewakingsbeelden van de plofkrakers en de explosie. Weinig succes voor deze mannen dus, maar ze veroorzaken wel enorme schade en nemen grote risico's door zo'n ontploffing. En door op hun vlucht op donkere wegen kraaienpoten achter te laten. Zowel de banken als bijvoorbeeld gemeentes nemen steeds meer maatregelen die het vrijwel onmogelijk maken om achter die geldautomaat te komen. Bovendien worden er gelukkig ook steeds meer plofkrakers aangehouden. En dat gaat met uw hulp hopelijk ook heel snel voor deze twee mannen gelden. Zeker die ene is redelijk goed in beeld. Het is een man met een negroïde uiterlijk, met opvallende grote ogen en opvallend dikke lippen. Hij droeg een donkere gewatteerde bodywarmer met capuchon en daaronder een donkerkleurige oud-model Adidas-jack met de dubbele strepen. Denkt u de man te herkennen, dan belt u meteen 0800 60 70. Zien we hier zijn mededader. Bij hem valt natuurlijk die lichtkleurige skibril op. En op de bewakingsbeelden is ook nog te zien dat hij lichtkleurige handschoenen draagt. Vermoedt u wie dit is, bel dan ook meteen de tiplijn. Er kunnen natuurlijk meer daders zijn geweest. Misschien zat er wel ergens iemand te wachten in een auto of op een scooter of iets dergelijks. Zag of hoorde u iets die nacht bij de geldautomaat aan de Peppelweg? Denkt u de daders voor de mislukte plofkraak te hebben gezien? Bijvoorbeeld toen ze die shovel meenamen vanaf de Wilgenplaslaan? Of zag u die shovel in de nacht van 5 op 6 augustus daar ergens in de buurt rijden? Neem dan nu contact op. En als u denkt de daders op hun vlucht hebben gezien, dan belt u, hoop ik, natuurlijk ook. En de daders zouden ook herkend kunnen worden aan hun gasflessen. Dat waren er twee van het merk Air Liquide. Eén had het veel voorkomende formaat van 5 liter. Maar die ander had een nogal ongebruikelijk formaat, namelijk 2,5 liter. En zulke kleine zuurstofflessen worden eigenlijk alleen maar in de medische wereld gebruikt. En met name de combinatie van zo'n 5 liter fles met zo'n 2,5 liter fles, die is echt opvallend. Wie zegt die combinatie iets? En nog een vraag, want die flessen blijken in juli van dit jaar nog ergens gekeurd te zijn. Maar waar en wie heeft dat gedaan? En dan zoeken we nog een specifieke getuige. De middag voor de mislukte plofkraak, maandag 5 augustus, zat hier om een uurtje of 3 een jonge man op het bankje. En hij leek de omgeving in de gaten te houden. Het ging om een negroïde jonge man met een bandana om zijn hoofd en had een lichte spijkerbroek aan. Wij willen heel graag weten wie dat is. Hij hoeft helemaal niks te maken te hebben met de uiteindelijke plofkraak, maar kan wel een hele belangrijke getuige voor ons zijn. Ben jij het of weet je om wie het gaat? Neem dan contact met ons op. Daarnaast zijn er ongeveer een maand eerder spullen gevonden die mogelijk met de zaak te maken hebben. Op 3 plekken bleken toen soortgelijke kraaienpoten te liggen als begin augustus werden gebruikt bij de mislukte plofkraak. Die lagen op de hoek van de Wilgenlei en de Wilgenplaslaan, vlakbij de plek dus waar later de shovel werd gestolen. Op de Peppelweg, ongeveer 1 kilometer bij de geldautomaat vandaan. En in het park bij de Ringdijk. Dat is allemaal wel heel toevallig. En mogelijk waren deze daders al eerder van plan een plofkraak te plegen, maar hebben ze dat toen niet doorgezet. We hebben hier in de studio zo'n kraaienpoot die is achtergelaten. Groot ding. Uiteraard willen we graag weten als u eind juni zag dat iemand deze kraaienpoten achterliet. Of als u ze heeft gevonden of weet wie ze hebben gemaakt. En misschien waren dat dus wel deze twee mannen. Weet u meer over hun plofkraak? Bel dan 0800 60 70. En of de criminele inlichtingeneenheid.